Jongens, Games at Gear is terug van weg geweest. We hebben een beetje zomerstop gehad met een aantal items, maar wees niet bang, het komt allemaal terug. De Hot Coffee Show maakt een grande return. We hebben een nieuw Games at Nieuwsprogramma wat er aankomt, maar we beginnen deze week natuurlijk ouderwets met Games at Gear. Wow, welkom terug, denk ik maar weer, lieve kijker of zo. Het is een Samsung-scherm wat we gaan behandelen. Ja, absoluut. Dit is trouwens Tom. Oh, hoi, dit is Peter. Hoi. Dat je het even weet. Ja. Anyhow, dit is inderdaad het Samsung-scherm. Want ja, jullie weten, Samsung is nu de nieuwe sponsor van de Games at Rebels. Thanks Samsung, super vette move sowieso. Super goede move. En dat betekent ook dat ze dachten ook, ja, maar dan moeten jullie ook wel zijn schermen gaan behandelen. Beetje branding, hè? Ja, en dat gaan we doen. Een curved scherm met een hele makkelijke naam, zoals alle schermen. Ja, het is de Samsung C27F591B. Nou, serieus, er moet nog een nummertje achter of zo, maar die zag ik nergens op het internet. Okay. Dus dat is volgens mij gewoon meer van, oh, dit is een testmodel of zo, weet ik veel. Maar het is inderdaad een curved scherm. Basic specs 1080p, dus verwacht niks hoger. Framerate is 60 frames per seconde maximaal. Maar goed, het is ook een VA-scherm, wat wel heel interessant is. Want je hebt natuurlijk tegenwoordig allemaal IPS-paneel dit, IPS-paneel dat. Rustig. Uitleggen. Okay. Wat is VA? Oké, VA is Vertical Alignment. En dat wil dus zeggen dat hierin de backlight en de pixels zijn anders geplaatst. Waardoor het dus veel harder contrast is. En dat is het doopste aan dit model, is serieus dat... Jij zei bij een IPS-paneel al van, oeh, dit zwart is echt zwart. Ja, zwart. Nee, dat doet deze Samsung doet dat echt veel beter. Zo'n VA-paneel, het is echt gitzwart. Ik heb ergens gelezen, professionele review, iemand zei, hij wijkt nog geen, 2% af van de werkelijkheid of zo. Van echt zwart. Van de echte kleuren. Het is bijna zwarter dan zwart. Ja, je kunt hem echt zo instellen dat alle kleuren ontzettend hard zijn. Dus dat is best wel, een dingetje of zo. Ja. Dat overweldt in mij wel in een zekere zin. Zelfs bij professionele reviews. Ja. zelfs bij iemand die ik even na kon trekken. Ja, ik heb niet zo'n camera waarmee je kan meten hoe zwart het zwart is. Dus dat moest ik even opzoeken, jongens. Het is zo schattig dat je zei. Ja. Nou, echt bij professionele reviews. Ja, mensen die er wel voor betaald krijgen in plaats van deze armoedzaaier. Ja, mooi. Maar betekent zeker? Het ook dat het wit-wit is, trouwens? Ja, zo werkt het ook. Hij heeft gewoon echt een hele harde contrastratio. Als ik het goed heb, 28.000 op 1. Dus dat is wel echt top-notch, zeg maar. Okay. Als we het hebben over gaming specs, hij is wel 4 milliseconden responstijd. Dus dat is... je zou er zeker mee kunnen gamen, maar e-sporters moeten hier natuurlijk mee oppassen. Want 4 milliseconden, wow, in die tijd ben je al lang neergeschoten voordat je kan reageren. Ja? Zeggen mensen dat? Nee. Oh. Ik denk het is niet zo snel als andere schermen waar je bijvoorbeeld 2 milliseconden. Nee, ja, precies. En ook als je echt pro-gamer bent en zo, dan wil je natuurlijk ook hogere framerates. Dat kan deze niet, maar qua kleuren is dit een baby. Oké, okay. Curved is die. Hij loopt een beetje zo schuin. Ja. Hoe is dat in de experience? Zit je meer in de game? In zekere zin. Ik heb het met een ultra-wide screen en als dat curved is, dan zit je er iets meer in. Je vergeet het hier heel snel, want je gaat er recht voor zitten. Dan lijkt hij gewoon, als je hem zo recht aankijkt, lijkt hij ook niet eens zo heel erg curved eigenlijk. Nee. Het is een curve van, ik geloof, 1800 mm. Maar goed, ja, dat is niet dat je denkt van, wow, ik zit erin, maar het is wel een leuk stijlelement natuurlijk. Ja, absoluut. En hij ziet er onwijs mooi uit, dit scherm. Dat vind ik vaker van Samsung schermen. De achterkant is wit. Ja, pianolak wit, maar het leukste is eigenlijk nog wel die suspension hier. Dat het, als je hem van voren bekijkt, vanaf een bepaalde hoek, lijkt het net alsof het scherm zweeft. nee, echt, hierboven, want die staaf hierachter, die valt een beetje weg. Nee, en hij zweeft een beetje boven dat plateau, zeg maar. Ik vind het een leuk element, maar dat pianolak wit, daar moet je maar net van houden. Nee, eigenlijk. Ik vind dat vet. Ja, ik denk van, nou, ik zie gelukkig de achterkant van het scherm toch niet. Oh, dus jij vindt pianolak wit niet vet? Ik ben geen groot voorstander van pianolak wit, maar vooral ook omdat ik de achterkant toch niet kan zien, dus wat maakt het eigenlijk ook uit. Wat vind je van de voorkant? Nou, ik moet wel zeggen, hij is super dun. Je hebt bijna geen edge. Dat vind ik vet. De voorkant is wat meer chrome en zo, maar gewoon in het design. Hij heeft gewoon bijna geen edge en het leuke is, hij is ook fucking dun. En hij is niet zo heel zwaar. Dus het is echt een lichtmoeddicht geweldig. Ja, tuurlijk, til hem op. Het is echt... Oh, dat is echt heel licht. Hij is echt bizar licht, hè? Ja. En kabelmanagement zit erop. Klein beetje. De prijs. Want dat is iets waar Samsung altijd het wel goed doet, hè? Concurrerend op prijs. Ja, zeker. Ik vond het zeker het overwegen waard. Ja, het is een groot inkoop. Het is een beetje budgetair dit allemaal. Ja. Nee, het is serieus. Je hebt hem voor minder dan 330 euro. Wat echt wel, het is absoluut geen high-end model. Maar je hebt dus wel gewoon full HD. Keiharde contrastratio. Mooi curved ook. Dat, voor die prijs curved is best wel aardig. Ja. Heeft gewoon heel veel dingen voor 330 euro of nog minder. Dat is echt het is zeker het overwegen waard. Ja, wel één HDMI-kabel zien. Ja, één HDMI. Dan heb je nog DVA. Maar wel DisplayPort. Wat natuurlijk wel weer interessant is voor de gamer. Dat er ook een DisplayPort ingang in zit. En hij heeft zelfs speakertjes.
Oh, nice. Maar God, gebruik ze niet als je muziek wil luisteren, maar als je even een YouTube-videootje kijkt of zo. Je gaat even naar Gamersnet, je klikt de video van ons aan. Deze twee 5-watt speakers die doen de job prima. Oké. Okay. Ben je tevreden? Vind je het een mooie model? Kan je trouwens het beeld ook... Nee, dat is misschien het grootste nadeel, is dat je niks kunt verstellen in de hoogte ervan, de draai ervan. Nou, is het natuurlijk curved. Zijn kijkhoek is niet al te groot, maar goed, als je er goed voor gaat zitten... Absoluut geen probleem mee. En voor €330 is het serieus echt wel het overwegen waard. Vooral voor die kleuren echt. Mensen, ze blazen je weg. Oké, okay. Helemaal goed. Dankjewel. Samsung, mooi begin. En we hopen nog veel meer schermen te reviewen. Zeker. Leuk.